Ja, de L-sommen. En de L-sommen moet je niet zozeer doen oefenen voor de toets. Ja, als je het heel moeilijk vindt, kun je daar als een opstapsom gebruiken. Maar ga je oefenen voor de toets, oefen dan voor de HAVO/VWO. Moet ik even kijken. Som 43 oefenen. En voor VWO 38. Kijk, dan zul je ook zien, hier bijvoorbeeld L6, moet je eens deze som vergelijken met deze som. Dat is echt een heel verschil. Dus ja, dat is even om jullie te waarschuwen. Nou, we gaan beginnen. Ik heb het weer samengevoegd. Twee redenen. Het is fijn, want zo hebben jullie meer voorbeeldjes. En de andere reden is door het samen te voegen. Ik kan maar een beperkt aantal filmpjes opnemen. En nu heb ik eigenlijk in één filmpje beide sommen. Dus dat scheelt weer. Dan kan ik weer in die tijd een ander filmpje opnemen. Bijvoorbeeld som 38, ik noem maar iets. Oké, ik begin eventjes met som A. Die zit niet in het VWO-boek. Je kunt eventueel, je zit niet in het andere boek. Je kunt eventueel zeggen, nou, ik pik dan op verder tot ik daar ben. Dat kan. Je kunt ook zeggen, ik kijk hem, want dan zit de basis in. Ik vind het toch wel fijn om te zien. Ik begrijp niet goed waarom ze deze niet hier erbij hebben gedaan. Dat snap ik niet goed. En zeker deze niet. X gedeeld door 15 keer 6 gedeeld door y is gelijk aan. Nou, keer is tellen, keer tellen doen. Dus dan krijg je x keer 6, x keer 6 en 15 keer y. En deze tussenstap, die hoeft eigenlijk niet, maar dan krijg je 6x gedeeld door 15y. Deze tussenstap is hier niet nodig, hè? Maar dat doe ik om te laten zien, wat doe ik eigenlijk? Maar, als je nu zover bent gekomen, dan denk je misschien, nou, ik doe toch precies wat ze doen, wat ik moet doen. Ik doe tellen, keer tellen, noemen, keer noemen. Wat doe ik hier verkeerd? Want er staat iets anders. En waar je dus altijd op moet letten, en ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon haast heb en ik maak een nakijkvel of zo, vergeet ik het ook wel eens. Je moet altijd kijken, kan je toch tellen en noemen door hetzelfde delen? En dat kan, want zowel 6 kun je delen door 3, als 15 kun je delen door 3. Dus als ik ze beide deel door 3, zowel tellen als het noemen, dan krijg ik boven 2, dus 2x. En dan krijg ik onder 15 gedeeld door 3 is 5y. 15y gedeeld door 3 is 5y. Dus de juiste antwoord is hier 2x gedeeld door 5y. En ik zal je vertellen, echt waar, dit vergeet je heel makkelijk op de toets. Dus ben je klaar en heb je tijd over, loop dan even naar, heb ik ze allemaal vereenvoudigd. Dan heb ik som A gedaan. En wat ik nu ga doen lijkt heel gek, maar ik ga nu eerst eventjes som, dit kan sneller, dat had ik even anders aan moeten doen. Maar som B doen. Ik ga deze doen. Daar komt hij. Dus die A die komt strakjes, die komt hierna. Nou, dan pakken we 12 gedeeld door A gedeeld door 4 gedeeld door B. Delen door een breuk is keer het omgekeerde. Dus 12 gedeeld door A keer B gedeeld door 4. Dan krijg je dus boven 12 keer B. Onder krijg je a keer 4, ofwel 12b gedeeld door 4a. En dan weer eventjes opletten, dan weer eventjes kijken, kan ik tellen en noemen dat door hetzelfde delen? En dat kan, dat kan. Want je kunt ze allebei nog delen door 4. En als ik zowel de teller als de noemer deel door 4, waar kom ik dan op uit? Nou, dan kom ik hierboven uit op 3b en onder kom ik uit op a, 1a. Dat wordt a. Dus dat is hoe het werkt. Vind je dit juist nu zo lastig? Kijk dan vereenvoudigen breuk met letters. Daar leg ik de aanpak hiervan uit. Nu heb ik deze gedaan. Ik heb deze gedaan. Ik heb deze gedaan. Zo. En wat ik nu wil gaan doen is toch even C. Want die zit in het andere boek niet. En ik vind het wel belangrijk dat jullie die ook zien. Want die zou gewoon zomaar eens op de toets kunnen komen. En ik vind het zonde, ja, als ik hem nu kan laten zien en dan zou je hem niet hebben gehad. Dus delen door m. Hoe pak je dat nu aan? Nou, 4 gedeeld door m. Gedeeld door m. Ja, delen door een breuk is keer het omgekeerde. Ja, keer het omgekeerde. Maar hoe kun je nou een heel getal het omgekeerde van maken? Nou, dan moet je er een breuk van maken. En m is hetzelfde als m. 1 dus. Hè? Want 7 is 7. 1 dus. Dus wat krijg je hier? 4m gedeeld door m gedeeld door 1. Dat is wat je eigenlijk krijgt. Nu doe je delen door een breuk. Nu snappen jullie waarom ik het per se toch wilde doen, hè? Ook bij dit andere boek. Het is best een lastig stukje. Nou, dan ga je delen door m gedeeld door 1. Nou, wat doe je dan? Keer het omgekeerde. En nu draai je hem om. Dus dan krijg je 4n keer 1 gedeeld door m.
En je kunt ook zeggen, ja, delen door 5 is keer 1 vijfde doen. Delen door 2 is keer een half doen. Dus delen door m is keer 1 gedeeld door m doen. Als je dat weet, is het ook goed hoor. Maar ik probeer altijd de stappen allemaal te laten zien, zodat iemand niet denkt, hè, nu gaat het snel. Hè? Nou, wat gaan we dan hier doen? Dan krijg je tellen, keer tellen, noemen, keer noemen. En dan krijg je 4 keer 1 is 4. N keer m is m. N, want zet het op de alfabetische volgorde. En is je antwoord dus 4 gedeeld door m. N. Dan heb ik die ook gedaan. Nou, welke ga ik nu doen? Ik pak nu deze som. Die gaan we nu doen. En dat is er gewoon weer eentje met tellen, keer tellen, noemer, keer noemer. Daar gaan we. Maar let op dat je niet vergeet te vereenvoudigen. Dat is hier het gemene stukje eraan, denk ik. Let ook goed op je verschil tussen een Q en een 9. Ik probeer echt de Q zo te doen en de 9 zo. Want ja, is dit nu een Q of is dit nu een 9? Ja, zeg je ja, dat is een Q. Dan zeg ik nee hoor, dat was een 9. Hè. Dat is heel flauw. Maar het lijkt al te veel op elkaar. Dus zorg, je hoeft niet precies op deze manier te doen, maar zorg dat je er verschil in hebt. En let op, niet de Q zo schrijven. Dat mag niet. Dat is een hoofdletter Q. We rekenen hier met de kleine letter Q. Dus in de wiskunde is een Q staat voor mogelijk een ander getal dan voor de hoofdletter Q. Dus dat is niet altijd gelijk. Niet altijd kan, maar de kans is klein. Nou, je mag er niet van uitgaan, zo moet ik het zeggen. Oh, hier heb ik een is geschreven, om de keer zijn. Sorry. Dus krijg je 3 gedeeld door p keer 2q. Hier heb ik wel de q is weer net een a. 2q gedeeld door 9 is gelijk aan. Nou, wat ga je nu doen? Tellen, keer tellen, noemen, keer noemen. Dus hier krijg je 3 keer 2q boven. 3 keer 2q gedeeld door p keer 9. Ja, en dat wordt. Ik ga even nu voor één keer opzij door. 6q gedeeld door 9p. Ik weet niet of jij van jouw docent hier zo achter elkaar mag rekenen. Bij ons op school zijn docenten die zeggen dat mag gewoon nooit zo achter elkaar rekenen. En er zijn docenten die zeggen net als ik, ja, in sommige gevallen mag het wel. Want als ik nu ga kijken, hier dit zo erachter zetten, maak ik minder fouten ikzelf dan wanneer ik dit zo eronder ga zetten. Omdat het nog alleen maar boven en onder is. En gewoon maar één dingetje boven, één dingetje onder. Maar ik zet het nu wel eronder, want ik denk niet dat iedere docent, zeker ook niet bij ons op school, wel in dit leerjaar denk ik, maar niet als je naar boven komt, vindt niet iedere docent oké als je hier achterdoor schrijft. Tellen en noemen door hetzelfde delen. 6 en 9 kun je allebei delen door 3. Door boven gedeeld door 3, door onder gedeeld door 3, dan krijg je boven 2q en dan krijg je onder 3p. Dan kun je het niet meer tellen en noemen door hetzelfde delen en kun je dus niet meer vereenvoudigen en ben je klaar. Dus dan heb ik deze nu ook gedaan. Ik ga nu deze laten zien. En heb je het andere boek en zeg je, oh, ik wilde eigenlijk wel zien? Kijk gewoon mee, hè? Kijk gewoon mee. Daar gaan we. Nou, ik ga nu laten zien. Hoe je deelt door een breuk, dat dat keer het omgekeerde is. Dus delen door een breuk, dat dat keer het omgekeerde is. Dus we doen nu 3a gedeeld door b. En dat doen we gedeeld door 6 gedeeld door 2c. Keer het omgekeerde doen, ook al heel groot geschreven. Let goed op dat je niet alleen de deling door een keer vervangt. Hè, dat je niet alleen de deling door een. Dus niet alleen de deling door een keer vervangen, maar dat je hem ook omdraait. Ik moet eerlijk zeggen, ik vergeet dat wel eens. In mijn haast of als ik afdaal in mijn gedachten. 3a gedeeld door b. Want je moet het zo zien, voor onze docenten zijn deze sommen hetzelfde als 14 plus 2. Nou ja, iets lastiger, maar. En dan dwalen je gedachten snel af. Dus vind je het makkelijk? Juist dan maak je hier heel gemakkelijk fouten in, omdat je dan afdwaalt en dan wordt je concentratie minder. Dus delen door wordt keer, dan omdraaien. Dan krijg je 2c gedeeld door 6. Let goed op je verschil tussen de b en de 6. Maar ook weer niet zo de b schrijven, dat is verboden. Hij moet in schrijfletters als die ook in de schrijfletters staat. En nu krijg je boven dus 3a keer 2c. En onder krijg je b keer 6. Nou, dan krijg je dus boven 3 keer 2. Keer A keer C, en dat wordt 6AC, want je doet 3 keer de 2 keer de A keer de C. Dat heb ik al een paar keer helemaal uitgelegd, hè. En onder krijg je 6B. Dan even kijken, kan ik tellen en noemen nog door hetzelfde delen. Ik kan zowel boven als onder door 6 delen. Schrijf niet
dit op. Dat rekenen we echt fout. Dat rekenen we fout. Niet de ene voorzetten. Dus dit wordt gewoon AC gedeeld door B. En dan ben je klaar. Dat was ze. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie begrijpen waarom ik deze sommen toch samenvoeg. Is niet uit luiheid van mij. En ja, heel veel plezier met de sommen. En bedankt voor het kijken. En tot het volgende filmpje. En ik hoop dat jullie er iets aan hadden. Doei!